Ik ben Dario van den Buis, ik ben 25 jaar, centraal verdediger, Belgisch jongen. Het is nu mijn derde terugkeer in Nederland. Daarvoor bij FC Eindhoven gespeeld, Heracles Almelo, Beerschot en nu bij RKC Waalwijk. Kijk er naar uit. Ik voel dat deze club in een groeifase zit en ik wil dit project mee aangaan met de club en ik kijk er naar uit. Ja. Ik denk dat ik een jongen ben die meestal wel goed in een groep valt, niet de moeilijkste jongen. Een jongen die andere teammates wilt helpen, de mensen rondom zich wil neerzetten en daarbuiten wil ik graag een voetballende verdediger zijn die ook leren nog sterker verdedigen heeft in België in die 2 jaar tijd. Mijn kwaliteiten liggen gewoon ook in de opbouw te verzorgen en de jongens rondom mij neerzetten met coaching en et cetera. Dus, maar ik denk een heel zachte jongen, soms iets te lief, maar een goed hart. Maar ook wel een echte winnaar, denk ik. Die altijd wil winnen, altijd wil voetballen. Een liefhebber. Ik denk dat het de juiste woorden zijn, denk ik. Maar in het dagelijks leven ook gewoon een heel normale jongen die altijd bereikbaar is voor iedereen. Ik denk dat het voor de club sowieso belangrijk is dat we sowieso als eerste doel onze handhaven in de Eredivisie. En voor mezelf gewoon een mooi seizoen van maken, zoveel mogelijk aantal minuten spelen. En proberen mijn extra steentje bij te dragen en belangrijk te zijn voor deze club. En, dan kijken we wel verder, maar gewoon eerst stap per stap kijken. En dan handhaven is het belangrijkste, dat sowieso.